Kijk nou, Antwerpen. Ja. Gaan we misschien naar België? Ja, volgens mij gaan we Nederland uit. Nou, spannend. Is sowieso. Het prachtige weer. Wel erg het weer. Fantastisch. Nee. Hier is ons huis. Serieus? Ja. Dit heb ik nooit gezien. Nee, het is bizar dat. Ik kan echt niet beseffen dat iemand dat kan hebben. Ja, het is... Wauw. Hier, Hellevoetsluis. Welkom. Nou, dit is dus de wijk. Zien we rijtjeswoningen. Ook wel wat hoogbouw. Nee. Het ziet er wel mooi uit. Kijk, Roger, wat een olifanten. Heb je olifanten gezien? Ja. Ik heb geen woorden. Gewoon, het schiet gewoon vol, zo mooi is het. Het is echt ongelooflijk, dit. Je bent bang om iets aan te raken. Wauw. Grote oven, mama mia. Ja, om het goed te zien. Kijk, wat elegante lampjes. Wat met smaak. Zo van nagedacht. Spannend. Ja. Ga maar. Oh, er veel kindjes. Ja. Het is nog niet zo groot, als ik de schoen laat zien. Gasfornuis. Het is compact. Compact, maar wel netjes. Dus ja. Dat is wel een mooie plus. Dat het is toch echt wel netjes. Is. Wat is daar gebeurd? Ja, ik vraag me ook echt af wat hier gebeurd is. Damn, het hele gas is gewoon eruit. Ja, volledig. Maar goed, voor hetzelfde geld is het echt... Ja, je weet het niet, hè. Een pot! Ik heb er geen woorden van. Dit is echt ongelooflijk dat het mogelijk is, zoiets. Wauw. Even kijken, even zoeken hoe de gordijnen dicht gaan. Ja, daar gaan ze. Maar denk maar, hoe duur zo grote gordijnen zijn? Blazen. Wauw. Een sauna. Hoe kan iemand zo... luxe hebben. Dat je echt... Je hoeft van huis niet weg, want je hebt alles in je huis. Slaapkamer van de ouders. Master bedroom. Er is op zich te weinig ruimte voor een gezin met twee kinderen. Badkamer. Kijk. Oké. Dat is wel echt compact, hè. Ik vind het jammer voor hun, man. Dat zijn zo'n kleine... Het is klein. Kleine ruimte, ja. Kleine douche moeten douchen, om zo te zijn. 100, 150, 200, 650, 700, 1350, 1400, 2450, 2500. Tja. Nog meer dan mijn maandsalaris. Oh. Voel je je echt rijk, hè? Ja? Ja. Ja. Je bent... Oh, ja, ja. I love you. Dit is onwerkelijk gewoon. Dat is niet te geloven. Dat is niet. Dan kom je echt, dan schiet je woorden tekort. Op welke manier moet je uitdrukken hoe hard we dat waarderen? Oké. Oké, 10, 30, 40, 50, 70, 80. Dan hebben we 100 in totaal. 100. 100 met z'n vieren per week. Met z'n vieren voor de hele week, hè? Maar waarschijnlijk dan ook kleding, alles wat er nodig is. Cadeautjes voor een verjaardag, alles wat er nodig is. Dat is gek, hè? Ik ben echt eventjes woorden kwijt. Het is echt moeilijk. Ja. Het is echt wel een realisatiemoment. Als je twee kinderen, school, auto, benzine tegenwoordig, elektriciteit, absurd geworden. Alles, hè. Want er is soms in Dubai een terrasje, een drankje op een terras. Letterlijk, dat. Check. De jam. Eitjes. Kaas. Slagroom. De koelkast is misschien wat leger dan wat we gewend zijn. Ik zie ook nog wortelen en pastasaus. Pastasaus. Ja, ik denk dat er iets van pasta gemaakt gaat worden. Groentjes. En deze wortels gaat die. ja. Ik ga hem schillen. Ja? En dan, als hij goed van binnen is, gaan we hem opeten. Oké.
Ga jij hem schillen? Ja. De flexibele wortel. Ja, schat. Ik ken er niets van, dus is dit... Perfect, liefje. Voor mij was het al een tijdje geleden dat ik in de keuken stond. Maar goed, dat is wat ze ook heel graag wil, hè, schat. Ja. Dus ik mag eigenlijk bijna niet helpen. Ik hoop dat je het lekker gaat vinden. Het ziet er lekker uit, schat. Dus... Ik heb mijn best erop gedaan, wat mogelijk was. Mm-hmm. Spannend. Spannend, hè? Ja. Mm. Dat is lekker, goed gedaan. Mm. Nu voor mij vleesje of kipje was ook leuk geweest. Oeh, oh zo, die schoot hard eruit. Nou. Ik voel me zo rijk. Oeh, op een hele mooie, geweldige, fantastische week. Oké, dus kipfilet is een aanbieding. Dus... 5 euro voor 650 gram. Okay. Oeh, kijk, dat is nog wel. Is dat een goede aanbieding? Denk het wel, toch? Het is een goede aanbieding, chocomel. Maar hebben we dat nodig? Nee, scheur het maar uit. Ja, ga jij toch doen? Een lichtpuntje. Chocomel en Christie. Dat is volgens mij de actie. Dit is een bonnetje. Kijk maar, kilo 7,67. Aha. Dus het is al... Het is allemaal die actie. Oké. Ik denk nu al gewoon dat het echt een heel moeilijk winkelen is. Ja. Nog maar net begonnen en constant rekenmachine erbij. Lukt het wel? Niet normaal. Ik zag je schrik je echt oprecht pannen. Ja. Naar 2 supermarkten gaan helpt zeker. We hebben echt gezien, bij de ene is het vlees goedkoper. Bij de andere is de groente goedkoper. Hadden we niet bonnen van Chocomel en Fristie? Die was van die andere winkel. Oh, dat is echt jammer. Die was voor 1 euro en nu is hier 2 euro. Nee, dat gaan we dus gewoon niet doen. Ja, dit kan je toch niet meer plezierig noemen. Constant, hoeveel is het? We hebben nog 5 euro, we hebben nog 4 euro. Kan er nog dit bij? Dus ja, chapeau voor hen, maar ik merk wel echt dat het heel intens is. Ja. Ja. Ik hoop echt dat we het juist gedaan hebben, want het zal ik dat ik begin nu echt een beetje bang te worden. Echt, hè. Koop ze even Nee, hè? Nee, dankjewel. We gaan het niet halen. Oké, dan halen we de popcorn, hè. Ja, sorry hoor. Nee, juist. Pas maar wat, hè. Het is gelukt. Het is gelukt. Na een kleine miscalculatie. Normaal gaan we nooit winkelen. We gaan alleen boodschappen doen. De rest geen winkel. Het is de paradijs. Ik ben hier beland. Dat kost 50 euro. Het meeste wat ik wil betalen is 5 euro. Maar nu kan. Dus nu ga ik doen. Wauw, jongen. Wat mooie schoenen. Echt prachtig. Kijk hoe blij die zijn. Nou. Dat kan niet beter, hè? Dat maak je dag. Die vind ik echt heel leuk, deze. Zo, beetje duur. Halleluja. 85 euro. Dit worden ze wel, denk ik, hoor. Oh my. Wauw. Ik neem ook deze, wat denk je, amor? Nu kan het. Eindelijk één keer in je leven dat je niet aan hoeft te denken. Doen, genieten. Oh my god. Om zoveel geld uit te geven, was gewoon onwerkelijk. Daar kan ik met mijn pet niet bij eigenlijk, bijna. Dit moet wel echt hersteld worden, denk ik. Hè? Ja. Ja, we gaan een vriend van de familie bellen, die altijd goed in verbouwen, klussen. En kijken of hij ons kan helpen. Ja, super lieve man, dus we hopen van wel. Hey Johan. Hi. Hi. We hebben even je hulp nodig. Dit is de ruit die erin moet. Ja. De buitenkant van die rand van die latjes, dat meert. Als je die meeneemt. Van buitenkant naar buitenkant. Oei. Ja. Oké, dit is 148. Oké. Okay. Dankjewel, Johan. Okay. Graag gedaan. Doei. Doei. Daar zijn we dan. Eindelijk samen. Het is echt geweldig. Het is echt heel, heel leuk om even wat tijd voor elkaar te hebben. Ja. Alleen jij en ik. Ja, voor even, voor een paar uurtjes zijn we weer echt man en vrouw. Eventjes, niet heel erg ouders. Ik voel me weer meer aangetrokken. Of, omdat misschien ook door de rust, door de romantiek. Zo. Wauw, ziet geweldig uit. Thank you. Thank you. Ja, dan breng je een beetje terug van het begin van de relatie. Wat? Wat? Ah, dank je. Ja, we zouden graag
deze momenten vaker willen hebben. Maar helaas is niet mogelijk. Daarom hebben wij nu genoten. En we blijven met mooie herinneringen. Ik kan zeggen dat ik de laatste 10 jaar niet naar een kapper ben geweest. Ik heb een beetje geleerd om zelf mijn haar te knippen. What do you want for your hair? Pink hair. Pink hair? Yeah. Okay. Ik heb natuurlijk een heel lekker gevoel. Maar jij is echt heel erg. Kom ook een hele slechte herinnering. Toen ik verlamd was, was ik wel bewust, maar werd heel vaak werd mijn hoofd gewassen en ik kon niks doen. En nu is doet iemand anders voor jou, maar je bent gezond, dus dan voelt het lekker. Voel maar als een vrouw, gewoon, dan ga je naar de kapper, ga je doen wat een vrouw doet. Krijg ik iemand anders. Ik vind het prachtig. Iedereen voelt zo lekker en zacht en vrouwelijk. Ik ben blij. I'm happy. Thank you. I love this toys. Ik vind jou prachtig. Een poppetje. Mama's poppetje. Ik zou heel graag in Nederland zulke behandelingen willen hebben. Ik weet dat dat niet mogelijk is. Maar ja, dromen kan altijd. Fijn dat je er bent. Ja. Hi, man. Ja, laten we het glas naar boven tillen. Ja. Wat tof dat we dit kunnen fixen. Daar zie je. Tof. Wow. Ziet er super uit. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Hey. Heel lief van je. Ja. Graag gedaan. Nou, maak je even raam was. Ja, sowieso. Dat komt goed. Dat kunnen we. Waanzinnig om hier te zijn. De droom van de kinderen. 2 volwassenen en 2 kinderen. We zijn nooit met de kinderen naar een pretpark geweest. Hoeveel keer ben je in de achtbaan geweest? 4 keer. 4 keer. Wow. Kom, we gaan nog 1 keer. Nog 1 keer. Zo een gevoel van vrijheid en zelf dingen kunnen doen. En samen met de mensen van wie je houdt, is heel bijzonder. Dit is onbetaalbaar. Ik heb een hele leuke dag gehad. En dit is jouw favoriete dag? Ja, zeker. Zeker. Ja. Oké, laatste erin. Ja, let's go. Dames en heren. Dank u. Nou, let's go. Zijn we ready? Wat ik van deze week geleerd heb, misschien moet ik ook eens op een andere manier misschien inkomen vergaren. Dat we financieel meer slagkracht krijgen. Maar we gaan terug naar ons huis, naar ons leven. En we blijven met deze mooie herinnering. Jee, we zijn er weer. Ja. We zijn thuis. Oh. Ah. Genieten van het groen. Echt. De rust. Ja. Oh jee, daar zijn we. We hebben een nieuw glas, amore. Om weer om thuis te komen is één, maar om dan te zien dat... dat er een nieuwe ruit in de deur zit. Ja, ik heb gewoon geen woorden voor. Echt niet. Dan denk ik, waar heb ik het aan verdiend? Weet je? Mensen die ik niet eens ken. Geen woorden voor. Dus dat was de klap op de vuurpijl. No? Ja, heel lief. Ik voel de liefde gewoon en dat raakt me echt heel erg.